Help ons nou eens even, want brood is natuurlijk echt ook wel een Nederlands ding. We houden ervan, we vinden het lekker. Alleen er is altijd die eeuwige discussie. Brood is niet gezond, brood is niet gezond. Ja. Jij moet dat weten. Is brood nou wel of niet gezond? Ik laat je zien. Laat je proeven. Wil jij hier een klein beetje zo, net als ik, zo proeven? Klein beetje. Oh, maar nee, het is lekker. Het is een beetje... Dat betekent allemaal lekker, gewoon veel. Ja. Een beetje yoghurtachtig. Ja, een beetje zuur. Het brood hiervan wordt niet zuur. Tenzij ik bij roggen maak, wordt het wel zuur. Maar is een beetje zuur. Ja. Oké, dan ga ik het uitleggen. Dit, als je dit eet, is niet zuur. Mm-hmm. Dat is dat snelle gist. Ja. Ja. Dat zit ook hierin, hoor. Maar dat is natuurlijk. Ja. In graan zit fitine. Ja. Als je snel deeg maakt, snel deeg... Ja. Dus niet laat rijpen, dan blijft dat de mineralen en vitamine in de graankool zitten, komen niet vrij. Door dat zuur en lang te laten liggen, geeft de fitine de mineralen en de vitamine vrij. Plus, en dat is heel interessant, kijk hier heb ik een deegje, daar zijn gluten. Oh, zie je dat? Als je dit in 3 uur, kijk zo, zie je maar dat is mooi. Ik snap het wel. Wat jij nu zegt is, door dit 24 uur ook dat het laat staan... En door alles wat er gebeurt aan chemische processen... Ja. Dat is juist wel wat gezond is, wat wij zo goed kunnen. Maar het is ook één heel belangrijk ding, dat moet ik echt niet zeggen. Ja? Deze gluten, als je dit door snel doet, gebeurt er niks... en moet jouw lichaam dat afbreken, waardoor je onrust in je maag krijgt. Als je iets laat liggen 24 uur, is dat voor jou al gedaan. Is dat al gebeurd en dan is het rustiger voor je maag?